apparaatje en ah, tering. Ik schrik met de pletter van dat ding. De jurk. Oh ja, ja, ja. Kan je de jurk van het treintje. Man, god zeg. Dit is wel goed even te zeggen. Treintje was hier, hè, vorige week. Ja, het is een, jurk dus van het treintje die ze aanhad tijdens de repetitie van het Songfestival. Niet en ze heeft hem dus niet echt gedragen, maar ze willen hem nu gaan veilen. Veilen. Nou, en het mooie is, we kregen de jurk van treintje. Ik heb contact met haar over gehad. En wat ik niet wist, kijk, dit wisten we allemaal van die split. Maar, kijk, aan de binnenkant zitten allemaal kristallen. Ik weet niet of het Swarovski is, maar het is wel heel mooi. Dat is mooi, wat we niet wisten. Wat we ook niet wisten, is dat aan de achterkant zit er een soort van, ja, daar kan je er makkelijker bij, zeg maar, een soort van gat. Kijk, met ook met de dingetjes. En als je aan de onderkant kijkt, dan zitten er wat pijpjes aan die jurk. Waardoor het aan de onderkant ook makkelijker zit. Dus deze jurk gaan we veilen. Doen we via onze... RTLLateNight.nl en dan kun je daar de veilinglink vinden. En de opbrengst gaat naar Linda Foundation. Ja, precies. Van deze jurk. Dus bied ervoor, het is een dure jurk. Het is een prachtig jurk. Jurk met een verhaal. Met kristallen. Ja, waar je soms een klein beetje van moet schrikken. Goed, ik heb...